Nou, we hebben het nu de hele tijd over als en er zijn mensen, maar laten we even gewoon specifiek naar jullie kijken. So this. Jouw vriendin gaat vreemd. Kan jij je in de hand houden? Nou, ik zou wel boos worden, maar ik zou er niet slaan. Nee? Nee. Maar zij, of tenminste, zij maakt je zo gek. Tenminste, ze maakt je zo boos. Nou ja, als ze me naar het voorbeeld gaan van die club en dat ze, dan, dat ze me echt, of stel dat ik dan zie dat ze met andere jongens gaat zoenen of zo, weet je wel. Ja. Nou ja, kijk, dat gaat gewoon. Kan je emoties in de hand houden? Nee, nou, ik kan mijn emoties niet in de hand houden, maar ik zou ook niet gaan slaan. Ik zou wel heel boos worden, ik zou gaan schreeuwen. En dan zou ik weggaan, denk ik. En dan zou ik nooit meer terugkomen. Mm-hmm. Maar nee, het moet wel echt heel ver gaan, wil ik er gaan slaan. Wil je er echt gaan slaan? Ja. En waar zei jij? Nee, ik zou denk die ik... Die jongen waarvan je waar je zo gek op was, die flikt je iets. Ja. Die gaat er vandoor met de ander. Dan is hij mij niet waard. Het is heel makkelijk. Dan heb ik voor mezelf zoiets van, dan is hij het gewoon niet waard. Dan ga ik mijn handen ook niet te vuil maken. En het is dan heel jammer. En, ja, ik zou nooit. Ik moet het nooit zeggen, maar je moet het. Ik zie mezelf niet iemand slaan omdat hij of zij mij pijn gedaan heeft. Ik zou natuurlijk ben je boos en je wil het op een bepaalde manier afreageren. Maar het heeft geen zin om te slaan, want met die persoon, ja, je krijgt hem. In dit geval, als hij vreemd gaat, je krijgt hem toch niet mee terug. Mm-hmm. En dat heeft gewoon geen zin. En dan ga ik liever zelf, tuurlijk, je bent verdrietig, je bent boos. Maar geweld is geen oplossing, want het lost toch niks op. Dus je zult het uiteindelijk toch wel zelf moeten verwerken, denk ik dan. Jay, hoe denk jij erover? Geweld lost niks op? Nee, geweld lost inderdaad niks op. Het is gewoon de laatste redmiddel voor de meeste mensen. Die zich niet meer in woorden kunnen uitdrukken. Maar goed, geweld lost er niks op. Je maakt er eigenlijk meer stuk dan, dat je er iets mee oplost. Maar het is een probleem. En om het probleem op te lossen, denk ik dat je erover moet praten. Maar toch gebeurt dat niet. So this? Waarom mensen het niet omdat het zo normaal is. Is het normaal, vind je dat, het geweld? Nee, het geweld niet. Mm-hmm. Maar die onderdrukking, zeg maar. Ja. Dat die vrouwen dat zeg maar echt thuis alles doet, weet je, tot het dan weg is. Ja, dat is zo normaal in onze cultuur, zeg maar, dat er niet over gesproken wordt verder. Het is gewoon zo, dus waarom zou je als het ware de standaard ter discussie stellen? Mm-hmm. Maar ik bedoel, je lijdt eronder, toch? Ik bedoel, je kan niet doen wat je wil. Ik denk niet dat die mensen of die vrouwen dan, waar het meestal over gaat, dat die dat zo ervaren. Mm-hmm. Ik denk dat die dat wel... Ook omdat ze dan misschien zelf zo gewend zijn. En misschien vinden hun het helemaal, wel zelfs helemaal niet erg. Ik kan niet voor dat ze zeggen. Dat ze het niet erg vinden? Nou, ik denk als je niet mag dansen, of als je niet mag praten, Marcia. Nou ja, als ze zo van helemaal hebben. Wat denk jij? Nou, ik denk, ja... Hoe moet je, ja... Zelfs de Hindoestaanse gemeenschap zit helemaal zo in elkaar. Echt waar? Er wordt niks besproken en iedereen weet het van elkaar. Het is een beetje publiek geheim, maar... Iedereen weet van, die slaat zijn vrouw en die doet dit en die doet dat. En die mag op feestjes niet praten van de man bijvoorbeeld. Maar je hebt het over de Hindoestaanse gemeenschap zit zo. Ik bedoel, jij bent ook onderdeel van de Hindoestaanse gemeenschap. Ja, ik ben er ook onderdeel van. Maar ik denk, doe je daar dan ook aan mee? Nee, ik doe er niet aan mee. Want ik heb wel zoiets van, als ik merk dat het iemand echt gewoon belemmert in de manier hoe die persoon zijn leven wil leiden, zal ik daar zeker wat van zeggen. Ja. En het zal natuurlijk even wel, ik bedoel, het is ook niet zomaar... Hoe zou je dan zeggen? Want het is misschien wel heel moeilijk, heel cool. Nou, ik zou het gewoon met die vrouw zelf bespreken. Van, hey, ik zou wel zorgen dat ze zich eerst op haar gemak voelt bij mij. Dat ze het wel het idee heeft van dat ze aan mij dingen kan vertellen. Ja. En op een gegeven moment, als ze zichzelf ze zich meer openstelt naar mij, zou ik haar ook wel advies. Zou ik haar wel kunnen dingen van, hey, misschien moet je dat doen. Of misschien is het is niet helemaal normaal hoe hij je behandelt. En hoe vind je dat zelf bijvoorbeeld? Mm-hmm. En zo, ja, ik denk dat je moet het niet. Meteen van alle daken gaan schrijven van hey, die doet dat en die doet dat. En je moet het wel een beetje subtiel aanpakken, vind ik. Want ik denk niet dat de Hindoestaanse gemeenschap er klaar voor is dat je er meteen een big issue van maakt. Maar nou, dat zal ook naarmate de tijd vordert wel veranderen, hoop ik. Ja, hoop het zal echt wel veranderen. Denk je, het gebeurt nu nog steeds. Ik bedoel, hoe zal het dan zijn over 10 jaar? Nou, als ik het zo bekijk, dan denk ik dat onze generatie toch wel wat bewuster is geworden. En toch wel het onderscheid kan maken tussen
ja, wat nou wel een gezonde relatie is, wat wel kan en wat niet kan. Je zegt bewuster, dat die bewuster, ja. Maar je had het net nog over, dat, over die ouders, dat het meegaat. Ja, dat klopt ook wel, maar ik zeg ook niet dat alle kinderen het gedrag overnemen van hun ouders. Maar kijk, omdat we nu in zo'n maatschappij leven waarin we toch wel heel veel opgroeien met de westerse cultuur, nemen we ook natuurlijk dingen over van onze gemeenschap. Zoals? Buiten ons gezin. Zoals? Nou, gewoon op school bijvoorbeeld. Je gaat natuurlijk met kinderen om en met collega's. Ja, en die hebben ook heel andere normen en waarden. En ik denk dat als je dat bij elkaar gaat optillen, dat je dan toch wel een eigen een soort van bewustzijn kan creëren in je hoofd van oké, dit is goed en dit is slecht. Ik zie dat in Den Haag juist helemaal niet. Ik zie daar heel veel in staan die toch wel veel bij elkaar zitten. Nou, klopt, dat maar daar is ook het zelfmoord. Dat is wel grappig dat je het erover hebt, maar het zelfmoord onder de jongeren daar is behoorlijk hoog. En waarom? Omdat het allemaal jongeren, één klikje. Allemaal ja, één klikje zijn. Ja. Ze nemen niet ze maken geen gebruik van de gelegenheid om te leren van andere culturen. Ja, precies. Dat is inderdaad wat ik ook bedoelde. Je ziet die mensen zitten daar echt in die Hindoestaanse wereld. Ja. Soms lijkt het wel, weet je wel. Ja. Vooral omdat ik dan zelf ook van buiten Den Haag kom. Dan maak je dat. Het is ook denk ik binnen familie zelf ook al. Ik bedoel, ik ben heel anders opgevoed dan mijn nichtjes bijvoorbeeld. Mijn ouders zijn gescheiden. Ik ben redelijk vrij opgevoed, vroeger ook al. En als ik kijk naar bijvoorbeeld nichtjes of ooms en tantes die nog wel bij elkaar zijn en hoe zij hun kinderen opvoeden, die zijn veel strenger bijvoorbeeld. Dat wil niet zeggen dat het bij iedereen. Nou ja, gewoon in de zin van je hebt beperkte vrijheden. Je gaat naar school, je komt thuis, je gaat werken, je komt thuis. Je wordt vrij veel in de gaten gehouden. Dat is sowieso bij de Hindoestaanse gemeenschap natuurlijk. Hè. Als je iemand ziet van, hé, ik heb die en die gezien en daar. En dat gaat meteen als een lopend vuurtje rond. Maar het is, ik kan me daar niet aan storen. En je hebt heel veel mensen die zoiets hebben van, ik ga niet daar naartoe, want dan zit die me en dan komt mijn ouders erachter. En dan, weet je, dan leg je jezelf een beperking op. Ik heb zoiets van, mensen mogen mij best zien als ik met iemand in de stad loop. Ik weet zelf waarom ik daar ben, ik weet zelf wat de reden is dat ik er ben. En het interesseert me niet wat andere mensen over mij zeggen. Het gaat uiteindelijk, ik moet mezelf kunnen aankijken in de spiegel elke ochtend. Daar gaat het om. En wat de rest van de wereld over mij te zeggen heeft, ja, dat boeit me echt niet. Ja, en nu de koppeling naar geweld? Nou, dat is dus feit, wat je net zei van dat je thuis wordt, hoe zeg je dat, wordt onderdrukt. Als je dat vanaf je opvoeding in dit geval al meekrijgt, van mijn man wil niet dat ik naar buiten ga, want dan ziet hij, dan komt hij erachter dat ik hier geweest ben, dat ik daar geweest ben. Want dat gebeurt volgens mij vrij veel. Precies. Ik kan het ook uit mijn eigen gemeenschap wel naar voren halen. Maar ja, ik denk dat het een beetje sociale druk is. Ik bedoel, dat is gewoon iets wat in de Hindoestanen zit. De Hindoestanen willen gewoon controle houden. Die onderdrukking, die controle, wat je zegt. Ze willen gewoon controle houden. En als ze die controle verliezen, dan komt er meestal geweld aan maar te pas. Maar waarom is er controle? Hoe bedoel je? Waarom is het nodig? Ik denk niet dat een bewust proces is. Het is meer zo van, weet je wel, vooral van die weet of die rolletantes, weet je wel, die zitten. Ja, ik heb die laatst gezien op de markt, of die, weet je wel. Zo via gaat het weer. Weet je wel, dat is niet echt iets van, dat die man bewust controle probeert te houden of zo. Dat is, het is altijd van, ik zag die laatst daar. En hoe dan? En waarom? Ja. En wat deed hij? En het is niet zo van, het is bij veel roddeltantes die jij net aanhaalt, is het inderdaad wel zo van, ik heb die gezien, dan gaan ze er ook op doorvragen. Wat deed hij daar dan? En waarom? En met wie? En mensen gaan er zo een eigen verhaal van bedenken. En ik kan me voorstellen dat je dan als man zoiets hebt van, wat voert ze allemaal uit? Nou, we hadden het dus net over communicatie, waar dat dus heel belangrijk is in een relatie. Maar toch gebeurt dat niet heel vaak. Ja, nou, de Hindoestanen zijn gewoon bang om te communiceren over zulke zaken natuurlijk. Waarom zijn ze bang? Nou goed, als je zoiets bespreekbaar maakt, tenminste in wat oudere generaties, dat de vrouw heeft in een relatie meestal niet heel veel te zeggen. De vrouw wordt eigenlijk meer gezien als degene die het huishouden moet doen en die voor de kinderen moet zorgen. Zeg maar het traditionele plaatje. Precies. Ja. En daarom, als een vrouw probeert zoiets te zeggen tegen een man, dan kan je wel geweld gaan verwachten. Of in verbale vorm of in non-verbale vorm. Dat je dus geweld gaat gebruiken, fysiek geweld. Of omdat ze denk ik gewoon toch niet zoveel erover te zeggen hebben, want ze er niet zozeer bij stilstaan, die mannen niet. Dus dan kan je net wel zeggen, maar dan heeft hij zoiets van, waar heb je het over, weet je? Ja. Ik denk dat dat ook heel vaak is. Ja, voor haar ook misschien normaal is. Ja, precies, want die vrouw zal er net op moeten komen om erover te beginnen. Kijk, je snapt natuurlijk zelf wel dat die man dat dan niet gaat doen. Ik denk dat heel veel vrouwen ook zoiets hebben van, het is de laatste keer, hij doet het niet meer.
Weet je, dat denk ik dat heel, heel erg, heel erg speelt bij hun bestaat. Precies, en als die man zegt, oh sorry schatje, ik hou zo van je, het zal nooit meer gebeuren. Nou, we hebben het nu steeds over de generatie die zeg maar voor ons is, onze ouders en onze opa's en oma's. Hoe zit het met onze generaties, onderdrukking? Zal dat ook voorkomen? Het zal zeker wel voorkomen. Mm, welke vorm? Ook net als wat we vroeger hadden, het traditionele plaatje? Nou, ik denk dat niet in een traditionele plaatje, maar ik denk toch wel dat, dat in onze generatie... Mm-hmm. De onderdrukking meer zal zijn... Van vrouw of man? Dat de vrouw de man onderdrukt? Zou dat kunnen in deze generatie? Nou, het zou kunnen inderdaad. Ja. Want ik bedoel, de vrouwen zijn natuurlijk veel geëmancipeerder geworden. Vrouwen die zijn ook gewoon veel sterker geworden in het uiten van hun emoties. Tegen hun man, tegen zijn man. En ik denk dat in dat opzicht... dat je dan toch wel een betere communicatie gaat krijgen tussen man en vrouw. Mm-hmm. Alleen die onderdrukking zou je toch wel een beetje houden. Want ik denk dat de man toch wel, tenminste voor mezelf, als ik naar mezelf ga kijken, dan zal ik er toch wel een beetje moeite mee hebben als ik bijvoorbeeld mijn partner met een andere man zou zien dansen op een dansavond. Waarom? Nou goed, dat zou, in mijn beleving zou het wel zoiets zijn van, nou, waarom dans je niet met mij?